Hallo iedereen, daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van de Babbelbox. En ook vandaag zit ik met drie gezellige kids in de praatbox. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja, alles goed? Oké, zeggen jullie me ook alweer. Hoe heeten jullie? Ik heet Isara. Isara. Ik heet Tiel. Tiel. Ja. Oké, en jij? Ik heet Wishan. Wishan. Oké, en hoe oud zijn jullie? Of hoe jong, ne? Oud of jong? Ik ben zes. Jong. Zes, jong. Zes jaar? Negen. Tien. Zes, negen, tien. Oké, ik ben 14. Oké, dan kunnen we doorgaan. Wat is er? Dat kan niet. Je bent 14. Ja, boy. Oké. Hier gaan we. 14, dat was je al groot, had je nog geen bier. Oké, wat weten jullie over pesten? Pesten. Mm-hmm. Je verveelt mensen. Mensen vervelen. Je slaat mensen. Slaat mensen. Plaagt mensen. Wat? Ik plaag mensen, ja, goed zo. En vinden jullie pesten goed? Nee. Nee. Nee? Hebben jullie ooit iemand gepest? Nee. Eerlijk zijn? Nee. Nooit? Nee. Jij ook niet? Ik heb een paar keer. Ja, je zusje zeker. Je plaagt er wel. Maar niet dat het al te erg is, toch? Nee. Want je mag wel een beetje plagen, maar het moet niet. De andere persoon mag het. Je moet het niet lastig vinden. Het is niet, ik plaag haar niet zo. Zo heet het. Zo extreem, zo, zo, zo. Ja, gewoon gezellige dingen. Ja. Oké, dat mag wel. Oké, heeft iemand jullie ooit gepest op school? Ja. Ja. En wat voor dingen zeggen ze allemaal? Ze zeggen hou je mond. En een beetje ruw, nou hou je mond. En ze zeggen hou op. Oké. En dat is niet leuk, hè? Nee. En wat hebben ze jou gezegd? Niks. Oh, maar ze deden een beetje lastig soms. Ja. En wat zeg je tegen iemand die pest? Als je ziet dat een kind een ander kind pest, wat zou je dat kind zeggen? Oh, ik zou zeggen, hou op met pesten, want je mag dat niet doen als andere kinderen het leuk vinden. Ja, dat is heel mooi. En wat zou jij zeggen? Als je iemand slaat, gaan ze boos worden. Als zij jou slaat, ga jij ook boos worden. Ja, dus dat liever niet doen, toch? Oké, en wat doe jij als je iemand ziet pesten? Ik doe niets. Je doet niets, je loopt gewoon weg. Alsof je niets hebt gezien. Oké. En sport. Houden jullie van sport? Ja, ik doe het. Ja? Oké, welke sport doe jij? Zwemmen. Zwemmen. Oh, oké, dus je doet zo. Nee, zo. Oh, en één. Oh, en twee. Oké. Oh, zo heet het dan? Barslag. En dit, hoe heet deze? Schoolslag. En op de rug zo? Rug. Oké. Ik kan alleen water trappelen. Water trappelen is zo. En wat voor sport doe jij? Ik. Voetbal en basket. Voetbal en basket. Ook voor een team of gewoon thuis? Team. Voor wie speel je? Voor voetbal speel ik met Transvan en voor basket kan ik niet. Oké, maar je gaat wel. Ja. En het is wel leuk. Mm. Beide? Ja. Oké. En jij? Karate, maar ik ben pas begonnen. Karate, oké. Ik ben pas helemaal. Het is niet pas, want je begint bij wit, volgens mij, hè? Ja, wit. Wit. Oh, bij wit. Wit en daarna geel. Wit en daarna geel, oké. Nee, maar je kan wel een paar dingen. Bij karate heb je katas, hè? Kata, toch? Dan moet je... Ja. Ik zat ook op karate. Lang terug, heel lang terug. En... Karate, ja. Heb je ooit gevochten met iemand? Zonder op les te zijn, gewoon op school. Op school. Mm. Eén of twee keer. Maar dat is ook niet goed. Mm. En dan hebben ze je ouders laten roepen. Ja, dat was in de vierde klas. En jullie hadden een beetje ruzie. Want ik weet nog, op karate leren ze je ook dat je niet moet vechten, toch? Het is gewoon voor een sport. Dat leren ze je toch, volgens mij. Op school bij mij is er een hinderlijke jongens. Mm-hmm. Met 1, 2, 3, 4, 5 hinderlijke jongens. Zoveel hinderlijke jongens. En ze staan op mijn vrouwen. Migado. En gaan ze op de vloer, gaan ze zo doen. Serieus? Oké, maar je moet geen namen noemen. Ik hoef niet te weten. Zeg niet. Mijn vrouw zegt, en we moeten die namen schrijven. Oh, dan schrijven voor jullie die namen, wie stout is geweest. Oké. En heb je al wedstrijden gespeeld? Ja. Voetbal? Ja. Oké, U9, hè? Ja.
Hoeveel ben je? 9 toch? Ja. In 9 heb je al gescoord. Welke positie speel jij? Striker. Oh, oké. Heb je al gescoord? Ja. 4 keren. 4 keren. Oké, dan wil ik even weten. Welke speler is je favoriete speler? Welke vind je de beste speler? Weet hij weer Cristiano Ronaldo. Ronaldo? Geen Messi? Beide. Oké. En hoe doet Ronaldo wanneer hij heeft gescoord? Daar gaat hij springen naar de tessel. Oh, jij weet het ook. Oké. Kijk jij naar voetbal? Ja, ik kijk niet elke keer. Alleen wanneer het groot is. Wanneer alle landen. Die landen tegen elkaar. Oh, dan kijk je wel. En voor welk land krak je dan? Argentinië. Messi is daar. En voor welk land krak je als er WK is? Beide. Messi en Ronaldo. Messi en Ronaldo. Oh, dus Portugal en Argentinië. Ik hoop van Brazilië. Hey, je koopt? Ja, zij spelen ook mooi. Kijk jij naar voetbal? Nee. Alleen zwemmen. Op derde plaats was ik schoolsla. Op tweede plaats was ik rug. En op eerste plaats was ik borstel. Oh. En je hebt ook je diploma's? Ja, maar 1. Maar 1. Ah. Je kan niet zo vaak. Oh, maar je hebt wel leren zwemmen. Maar niet dat je echt wil zwemmen om wedstrijden of zo. Ik heb voetbal en basket gedaan bij zwemles. Ik heb waterpolo ook gedaan. Oh. Ik heb moeten duiken en borden gaan nemen onder water. Zwemvaardigheid 3 ga je doen, dat is laatste van borden. Nee, niet laatste, ik denk zwemvaardigheid 2. Dan ga je laatste keer borden doen op examen toch? En je moet 3 of 4 borden nemen. 3 of 4, maar ik vraag me altijd af, wat doet een bord op de bodem? Eet het zeemerminnen daar? Als iets van, dan kan je het op de bodem. Oh, zodat je moet leren duiken. Oh, is daarvoor. Er is een bord op de bodem. Dat is van heel het water. En dan moet je het gaan halen. Maar wie heeft dat bord gezet? Je vrouw toch? Oh. Ze gooien het in het water. Oh, ik dacht dat iemand had gegeten in het water. Kijk, en dan... kijk. Is er ook een burger kijk in dat bord? Nee. Of patat? Nee, niet. Hoe gaat het? Al die suiker gaat weggaan, hoor. Of een milkshake. Of een milkshake. Nee, ze zetten niet helemaal niets. Gewoon een bord. Anders gaat het water. Oh, geen bord waaruit je eet? Nee. Oh, ik dacht nou... Speelbord. Oh, gewoon een speelbord. Oh, oké, ik dacht, ik ga zo eten. Ga zoeken daar. Maar welk eten houden jullie? Zo. Ik houd van bami en nasi. Oké, en jij? Pizza en patat. Jij? Noodles. Wat is er met noodles? Je houdt echt van noodles. Ja, dat is lekker. Maar alleen één soort. Ik eet niet van alle soorten merken. Oh, maar welke eet je? Alleen Indomie. Die is lekker. Ja, lekker. Daar zet je peper erbij. Peper. Maar ja. Het is een beetje pittig, no? Het is niet pittig. Oh, het is gewoon goed zo. Lekker. Ja, die pak komt met een pak. Oh, zo een beetje peper zo. Ja. Oh ja, volgens mij heb ik het gezien. Dan moet ik die ook proberen. Oké. En als je nu even snel een beetje moet vertellen over jezelf. Iedereen gaat een beetje vertellen over zichzelf. Wat je doet wanneer je opstaat. Dus hoe een dag een beetje eruit ziet. Laat zeggen, het is vandaag maandag. Je staat op. Wat is het eerste dat je doet? En dan vertel je een beetje door. Ik ga eerst waren. Daarna ga ik mijn huiswerk doen. Daarna ga ik weer slapen. Daarna ik wakker word. Ga ik weer spelen. Oké. En als het een schooldag is, ga je naar school. Oké, en na school? Wat doe je na school? Dan ga ik baden. Ga ik slapen, dan pas ga ik eten. Dan pas ga ik mijn huiswerk doen, dan ga ik spelen. Oké. En jij? Op een schooldag. Wanneer ik slaap, word ik dan wakker. Ga ik baden, ga ik mezelf aankleden. Maak ik mijn huiswerk snel. Dan ga ik naar school, dan kom ik. Ga ik baden, trek ik kleren aan. Maak ik mijn huiswerk. Wanneer ik klaar ben, dan ga ik wachten tot mijn moeder zou komen en spelen. Oh, dan mag je een beetje spelen. Gaat hij op straat spelen? Je ziet hem. Ja. Weet ik. Oh, weet je? Oké. En jij, hoe want ziet jouw dag eruit? Want hij woont samen met mij. Oh, hij woont daar. Oh. Daarom weet je het. Ja. Oké, en jij, wat doe jij? Maar dat het
een schooldag is, ga ik opstaan. Mm-hmm. Mijn moeder maakt me wakker. Mm-hmm. Ja, want je staat niet zelf op. Leuk, jullie zijn leuk. Nee, anders ga ik laat. Oh, dan sta je laat op, ja. Want mijn moeder gaat me wakker maken, dan ga ik op bankstel zitten, brood eten. Daarna ga ik op toilet, daarna baden, daarna ga ik poetsen. Daarna ga ik mijn schoolkleren aantrekken. Mm-hmm. Parfum spuiten. Oh, parfum voor school? Ja. Oké, je weet maar nooit. Mm-hmm. Riem, ik ga mijn riem dragen. Mm-hmm. Daarna ga ik wachten. Mm-hmm. Dan gaat het half acht worden. Mm-hmm. En daarna gaan we naar school. Oh, dan gaan jullie naar school. Oké. En na school? Na school ga ik baden. Mm-hmm. Daarna ga ik eten. Oké. Televisie kijken. Oké, dan ga ik jullie zeggen hoe mijn dag eruit ziet. Ik word wakker, dan kijk ik in het rond, dan slaap ik weer. Word ik weer wakker, dan slaap ik weer. Word ik weer wakker, dan ga ik eten zoeken, maar er is nooit eten. Dan ga ik mijn tanden poetsen, ga ik baden. Dan ga ik naar het werk. En na het werk, wat doe ik na het werk? Moet ik weer baden eigenlijk, nou? Wat hebben we plakkerig? Oh, daarom ben ik zo plakkerig s'avonds, want ik baad niet. Yo. Oké, nee, dus dan na het werk moet ik eerst baden. En dan pas eten. Dan pas eten. En dan mag ik gaan spelen. Jullie, ik mag niet gaan spelen. Je kan naar TV kijken. Maar ik mag niet buiten spelen. Ja, mag. Oh. Wat voor spelletjes kunnen grote mensen doen? Maar ik mag niet rennen of gaan fietsen met die kinderen van de buurt. Ja, je mag, want ik bepaal niet van jou. Dat is zo. Mijn moeder bepaalt. Dat is zo. En ik heb een strenge moeder. Oké, nee, het was gezellig met jullie. We gaan de mensen groeten. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja, echt? Een beetje vertellen. Dan gaan we iedereen groeten. 3, 2, 1. Bye! Goedendag kids. Ik ben Giannik. Ik ben 29 jaar jong. En beroep ben ik DJ. En ik ben hier komen vertellen wat DJ allemaal inhoudt. En hoe heet jij? Tien. En jij? Gaia. Ja, zoals ik al heb gezegd, ik ben DJ en ik ben vanaf 2015 begonnen. Dat is eigenlijk begonnen met liefde voor muziek. En ik ben eigenlijk begonnen, kijk hier zie je een DJ set. Het is een van de geavanceerde nu. Ik ben eigenlijk begonnen met een laptop waar je ook, je kan ook muziek mee afspelen. Maar daarna ben ik overgestapt naar dit. En het is eigenlijk begonnen toen ik was 14 denk ik, toen ik ben begonnen. Waar ik van, ik vind DJ leuk. Het begon eerst bij huisfeestjes, gewoon familie. Muziek afspelen voor familie. En nu ben ik veel verder. En ik draai nu denk ik al 10 jaar of 11 jaar. Ik heb al in clubs gespeeld, clubs in Suriname. Maar ik speel toch meest bij huisfeestjes, dus privéfeestjes. Wat wel belangrijk is om DJ te worden, je moet echt veel muziek kennen, veel kennis van muziek. Want je hebt echt heel veel muziek in de wereld. Dus dat is het eigenlijk. Hebben jullie misschien vragen? Ik hou eigenlijk meer van house music. Ja, house, dat is ook een leuke genre. Die is nu echt zo bekend in Suriname, maar in het buitenland. Die is wel echt bekend. Ik weet niet of jullie Tomorrowland kennen. Het is een soort festival in het buitenland waar ze echt alleen maar house muziek spelen. Het is ook een leuke genre, maar ik ben niet echt zo in verdiept. Ik speel het wel af en toe, maar dat je van house houdt, dat is wel leuk. Moet je naar bepaalde scholen gaan om een DJ te worden? Ik ben niet gegaan naar een bepaalde school, maar er is wel een DJ-school in Suriname, denk ik. Ik heb alles zelf geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik al muziekkennis had, ben ik in verdiepen om op YouTube te gaan. Daar kan je ook veel leren om DJ te worden. Dus ook met apparatuur te werken, zoals deze. Als je niet ermee kan werken, is alles op YouTube.
Dat heb ik gedaan. Er was wel een DJ-school in Suriname, hoor. Maar ik weet niet hoe het heet. Maar ja, zo, ik heb alles zelf geleerd. Mag ik een van die liedjes zingen die ik heb gehoord? Ja, doe maar. Is dat housemuziek? Houseliedje? Nee, niet echt, maar... I don't really know, maar deze vind ik wel leuk. Oké, is goed. Ik kan zingen. Dit deel ken ik alleen. The same text is... In a hole. So play your cards down, down, down. Your legs is blow your keys up so stick around round round and I'll be dimmed if I can't slow dance with two and fours and sugar be honey too it's a real love and real love well don't be a brat come take it to the floor now okay the ending is Beyonce oh okay is it new office at all over Is nieuw. Dat is nieuw. Oké, okay, nou, die ken ik nog niet. Misschien ga ik nu wel een werk van maken zodat ik het ken. Wil je later DJ worden? Ja. Nee? Nee. Het is wel leuk om DJ te zijn. Je leert heel veel mensen kennen. En je ziet ook plaatsen. En, ja, maar je gaat wel, zoals ik bijvoorbeeld, laat naar huis gaan, laat naar bed. Dus wel, wel offeren soms van je slaap. Dus dat is wel een leuk werk om het te doen. Dat is het zo'n beetje. Bedankt voor het, ja, dat jullie zijn gekomen en dat ik hier mag zijn. En dat ik jullie een beetje kan leren wat DJ inhoudt. Thank you to teach us a bit of what you do. And that we can know a bit of what you, we can do. Graag gedaan. We zijn gekomen bij het gedeelte waar we dus twee siblings uitnodigen. Vandaag hebben we twee broers, Tiel en LeSean. LeSean gaat de vragen beantwoorden. Tiel hoort niet wat ik hem vraag. En straks gaan we kijken hoe goed ze elkaar kennen. Hoe gaat het, LeSean? Oké, ik ga je vragen stellen. Wat is je broers favoriete kleur? Wat heb je nog niet gezegd? Heeft ze niet gezegd. Maar wat denk je? Welke kleur denk je? Rood. Oké. Wat is zijn favoriete gerecht? Wat kan hij elke dag wel eten? Njam, 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 njam. Nasi. Nasi. Oké. En van welke sport houdt hij? Voetbal. Voetbal. Oké. Welk spelletje vindt hij het leukste spelletje om te spelen? Nog steeds voetbal. Nog steeds voetbal. Oké. En... Op school, wat is zijn favoriete vak op school? Wat doet hij het liefst op school? Tekenen, rekenen, taal, wat? Tekenen. Tekenen. Ja? Gaan we nog eentje doen? Nog één vraag. Ja? Oké. Waarvan houdt hij niet als iemand dat doet? Bijvoorbeeld, ik hou niet ervan als iemand me knijpt aan mijn wang. Maar wat vindt hij niet leuk als iemand het doet? Waar hij altijd zegt, nee hop, dat moet je niet doen. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij slaat direct. Hij slaat direct. Oh, oké. Oké, nee. Dan gaan we Tiel die headphone nu weghalen. En dan gaan we diezelfde vragen stellen. Gaan we kijken hoe goed jij je broer kent. Ready? Tiel heeft ons dus niet gehoord. We gaan die headphone verwijderen. En diezelfde vragen stellen. Heb je ons gehoord? Nee. Oké, de eerste vraag die ik je broertje heb gesteld. Wat is je favoriete kleur? Blauw. Oké, ik ga het zo houden. Blauw. Nee. Wat is je favoriete gerecht? Wat kan je elke dag wel eten? Pizza. Pizza. Oké. Nee, nee, blijf je zegt nasi. Nee, wacht even. Oké, wat is je favoriete vak op school? Rekenen. Rekenen. Oké. Wat is het leukste spelletje dat je kan spelen? Voetbal. Oké. En waarvan hou je niet als iemand iets doet? Wat zeg je nee, hou op, je moet dat niet doen? Wat vind je helemaal niet leuk? Wanneer iemand plaagt, dat vind je helemaal niet leuk. Oké.
Oké, okay. We hebben die vragen gesteld. Vijf vragen hebben we gesteld. Ja, vier andere antwoorden. Je had bijna alles fout. Je kent je broer niet, ne? Je kent hem wel, maar je had andere dingen gedacht, ne? Of hou jij van Nasi? Nee, jou gaan we aan. We gaan jou daar even vragen. Want je broertje heeft een paar dingen mis, maar ken jij je broertje heel erg goed? Ja? Wat is de favoriete kleur? Blauw. Helemaal goed, dat heeft hij me ook gezegd. Ik ga je in je oor vragen. Je moet me in mijn oor zeggen en dan gaat hij daar antwoord geven. Oké. Okay. Wat is zijn favoriete spel? Voetbal. Hij zegt me net tennis. Bijna goed, bijna goed. Dat heeft ook een bal. Hij houdt niet van tennis. Oké. Wat is zijn favoriete gerecht? Bami, is dat wel. Je houdt van Bami. Jok niet. Zo propos. Jok niet. Oké, wacht even, ons bij moet ik hem eerst vragen, want hij gaat jokken. Oké, nog iets. Welk vak is zijn favoriete vak op school? Daal. Oh, dat is wel goed. Hey, kindje, zomaar jok je dat je van... Tennis houdt, joh. Nee. TL kent zo goed. Voetbal? Ja, joh, van voetbal. Nee, ik kom van basketbal. Maar je zegt tennis. Ja, hij zegt tennis, nu zegt Nee, je ziet dat ze elkaar wel echt goed kennen. En alleen houdt die ene van plagen en die andere is gewoon eerlijk, boy. Nee, geweldig dat jullie zo met elkaar omgaan als twee broers. TL en LeSean, laten we iedereen groeten. Bye. Doei. Of Kevin, of hoe je heet. Kevin. In de bubblebox zijn we blij. Vandaag zijn we lekker vrij. Lachen en babbelen, we're 14. Zo kan de hele wereld ons zien. Stap in de bubblebox, groot en klein. Zie onze wereld, oh zo fijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain... To inform, to inspire.